mevrouw de kapster? Nee. Korter. Korter. Wil je het heel kort of wil je het gewoon zoals altijd? Zoals altijd. Hij moet wel even losgehaald worden. Is het ook wel fijn? Nee. Voordat je kan vloggen en je geld ermee kan verdienen, dan heeft dat wel een opzet van aanslag natuurlijk. Waar is... Oh, wacht even, voor ik moet naar mijn huisje. Amsterdam.
Den Haag. Anders dan Amsterdam, maar het zijn wel pittige mensen, laat ik het zo zeggen. Ik vind mij niet pittig. Iemand die snel naar Den Haag zou gaan of zo, denk ik. Dan zit je eerder in Amsterdam of zo dan in Den Haag. En Den Haag is niet in de buurt van niks, hè? Dus... Nee, dat weet ik. Dus ik denk dat je schade bij me hebt aangericht. Schade mee. Ja, maar welke schade? Nou, als je een goede vriend van me was en niet meer, dan is het veel schade. Zijn er nog veel mensen, denk je, zien vanuit Ethiopië? Nou, denk ik wel hoor. Maar ook veel benieuwd naar iedereen. Lief van jou. Ja, ik heb verder geen haat naar mensen hoor. En ook niet naar jou. Geen haat. Ik
zou ik niet weten waarom je dat naar mij zou moeten hebben. Ik ga naar beneden kijken. Je wilt boven langer houden, toch? En waar ga je optreden eigenlijk? Weet je dat dan? Huh? Waar ga je optreden? Ja, dat weet ik wel. Denk je dat je Jesse hier buiten nog veel gaat zien? Dat denk ik wel. Ik heb dat gedacht dat ik misschien nog veel zou zien. Nou ja, lijkt me wel als je samen optredens gaat doen en zo. Maar ja, weet je, je weet nooit hoe dingen lopen. Als je eenmaal buiten bent, dan kan het toch anders lopen dan dat je denkt. Ik denk dat je nog veel mensen gaat zien. Van je telpje. Ik het niet. Hoezo niet? Ik denk wel dat ik ze ga zien, maar het is niet dat ik ze dagelijks ga zien. Nee, ik denk het niet. Nee. Ga je mensen wel opzoeken? Ja, een paar. Wie? Lotus. Ik wil ook zeker met Joaquin nog wel een keer afspreken. Mike. John. Even denken. Wie hebben we nog meer? Even denken hoor, jeetje. Andrea. Hiske. Lex.
gerust. Ja, misschien. Weet ik niet zeker. Ze hebben het ook niet makkelijk personen. Wie, ik? Ja. Hoezo niet? Nou, dat weet je wel. Ja, ligt er aan. Ik ben wel eigenwijs, ja, zeker weten. Ik ben ook niet de moeilijkste. Nou, chill. Ja, echt niet, Ger. Misschien ben ik hier heel moeilijk. Ja, dat zou best zijn. Maar ik vind je hier nog best wel een moeilijk persoon. Ja, dat kan. Dat betekent niet dat je dat in het normale leven ook bent. Maar ja. Nou, ik denk dat ik het niet ben. Want ik heb hier buiten... nooit ruzies, nooit discussies. Dat heb ik hier allemaal wel. Ja, maar ja, dat heb ik ook. Nee, ik ben ook niet echt een moeilijk persoon. Ik ben best chill. Ik weet wel één ding zeker, dat is dat ik echt ga genieten van mijn leven. Als ik buiten ben. Echt to the limit. Ik ga wel echt naar festivals en zo. En dat wil ik allemaal wel gaan doen. En weet je dat anders nooit? Jawel. Maar niet dat ik het... Vorige was gewoon op het laatste moment en alleen maar festivals die ik leuk vind. Maar ik zou ook gewoon festivals willen pakken die een beetje onbekend zijn. Maar wel in mijn genre dus. Wat is je genre? Nou, ja, urban. House. 90s, 80s. Geen milkshake. Dat soort dingen vind ik echt heel, heel leuk. Appelsap. Een beetje wat meer van die alternatieve feestjes. Ik denk dat ik ook wel een keer naar Michelin wil gaan. Les is hier sowieso. Dat krijg ik elk jaar. Ja, even kijken wat er allemaal is. Ik zag ook dat er een soort van feest is met een zwembad en zo. Lijkt me ook heel vet. Poolparty. Ja. Dat is dik. Daar heb ik ook zeker wel heen. Waar naartoe? New York? Ja, sowieso. Ietsjes naar de kamerijen. Ja, daar wil ik echt heel graag heen. Maar dat duurt al heel lang. Misschien ook dat ze naar een vriendin van mij gaat. Deze kennis, vriendin. Zij woont in Turkije. Samen met Mariska. Nee. Dan gaat hij naar Istanbul.
belde dat je gaat optreden. Fijne huurling. Qua werk, maar. Genieten? Ik zal wel best wel even pakken. Ik denk dat we een lang dikertje weggaan. Ja, ligt er dan. Met de chickpea.